Under the Bridge Festival dit jaar wordt nog groter, maar wel intiemer. We hebben nog meer randprogrammering. We hebben natuurlijk de main stage, de house stage, hard techno stage. We hebben een arena gebouwd dit jaar voor het allereerst met reggaeton. Maar we hebben ook heel veel randprogrammering, hè Rij? Ja, echt heel veel. Er is een kapper. Voor de meiden hebben we de glittermeiden, de highlight meiden. Kunnen ze weer mooi laten glitteren. We hebben vuurspuwers, we hebben ja, van alles, joh. We gaan ook verduurzamen. We hebben, of je nou je telefoon leeg is, want je moet betalen natuurlijk met pin, met battery packs. Je kan je oren laten blingen met oordopjes. Echt hele toffe, toffe nieuwe dingen. Die het dit jaar weer unieker gaan maken. Ja, en natuurlijk ook weer heel veel toffe foodtrucks. We hebben ook weer een uitgebreid. We hebben bijvoorbeeld dit jaar ook een Thai die komt. En die heb ik stiekem al geproefd op een andere op een foodtruck festival. Ja, voor mij meer dan 10. We hebben er echt veel. We hebben er veel. Dus voor ieder wat wils, ook voor de vegetariërs, vegan. Het wordt bijna een foodtruck festival. Ja, nou ja, bijna wel, ja. Wie weet. Misschien volgend jaar. De laatste puntjes zijn al op de i gezet. Vrijdag starten we met de opbouw. Ja, en dan gaat alles heel snel. Dan staat er eigenlijk binnen een klein weekje staat hier gewoon een dorp waar we 8000 man gaan ontvangen. Ja, en het is gaaf. We begonnen ooit met één veld, alleen dit veld. En dat bouwden we op in 3 dagen. Nu zijn we 2 weken aan het bouwen. We hebben nu bijna 4 velden bij elkaar. Maar we willen het gewoon intiem houden. Kwaliteit moet bovenaan staan. Je groeit eigenlijk door de kwaliteit die je neerzet, hè, voorgaande jaren. Groeien we ieder jaar. Ja, het gaat eigenlijk een beetje organisch zelfs. Ieder jaar groeien met zo'n 15-20%. Dat zie je dit jaar weer in de kaartverkoop. We gaan een stuk harder weer dan vorig jaar. Nou ja, terrein wat Jury net aangaf. We hebben dat grote terrein hier met 4 velden. Er zit wel een max aan. Dus ja, we moeten wel denk ik naar volgend jaar al gaan kijken van joh, wat gaan we doen. Ja. Gelukkig kunnen we nog uitbreiden, hè, Jury, daarachter. Ja, zeker. En wat voor ons heel belangrijk is, wat Rijn net aangaf. De kwaliteit moet hoog zijn. We willen niet een festival worden dat je rondjes moet lopen om je vrienden te vinden. Nee. We moeten gewoon een hoge diversiteit zien te creëren en de kwaliteit vasthouden. Ja, ik denk dat begint al bij wat we net zeiden, bijvoorbeeld goede foodtrucks, goede voorzieningen voor de toiletten. Dat hebben wij zelf hoog in het vaandel staan als we zelf een festival bezoeken. Ja. Ik bezoek vaak een festival aan de voorkant, Jury ook aan de achterkant als artiest. Ja, en dat laten we samenkomen en al onze learnings bij andere festivals trekken we terug hier naartoe. En zo verbeteren wij op ons eigen festival. Zodat we echt het gevoel hebben dat we de ultieme beleving creëren hier voor een festivalganger. Zeker. Ik denk ook echt dat elk festivalbezoeker, fervent festivalbezoeker, als die hier komt en de kwaliteit ziet die wij leveren. Natuurlijk in combinatie met de artiesten, met de hele beleving waar we het net over hadden. Ja. Dat echt een topbeleving is. Onze unique selling point is, wij zijn een dance festival met hoge kwaliteit. Randprogrammering en food en drinken en noem maar op, cocktails. En dat zie je nergens. Ja. Het is of een live familiefestival waar ze foodtrucks hebben en heel mooi. Of het is een dancefestival waar alles geautomatiseerd is en het gewoon niet te eten of drinken is. En wij hebben wel beide kunnen combineren. Ja, en daar investeer je in. Ja, dat is het denk ik ook. Ja, dat investeren is denk ik het goede woord. Wij bezuinigen niet op extra toiletgroepen bijvoorbeeld. We hebben toiletjuffrouwen die de toiletten schoonhouden. Dixies, nou, dat is niet heel prettig. En om... alles is gratis. En alles is gratis. Ja, dat ook nog eens een keer. Dus dat zijn echt wel de dingen waar wij op letten. En waar wij vinden dat wij het verschil maken, zeker. We zijn nu uitgegroeid tot de grootste van de regio. Ik heb gehoord dat we volgend jaar geselecteerd gaan worden door de DJ Mag tot de top 100 wereldfestivals. Dus ja, we gaan maar door, hè jongens. Ja, voor mij is het, als ik zag hoe we hier begonnen in 2019, 3500 man hadden we alleen op dit veld. Hè. Stond hier de house stage en daar de main stage en wat foodtrucks daar zo achter. En als je dan nu ziet, ja, nu heb je gewoon een echt festival staan. Een groot festival, mensen kunnen rondlopen, je hebt overal wat te doen. Ja, dat is natuurlijk heel eervol en trots. Trots denk ik ook wel, dat is het goede woord wat ik daarbij heb, wat ik in ieder geval zelf ben. En ik denk Jury ook. Ja, daar proberen we altijd naar te kijken, want lokaal maak je natuurlijk ook sterk. Dus dit jaar staan de jongens van er weer met hun heerlijke cocktails, dus ga daar zeker een cocktailtje halen. Moon, hè, die doen de house stage hosten. Het eerste jaar. Ja, en het allertofste, dat vind ik het allertofste. Vorig jaar waren ze erbij, maar dit jaar is die samenwerking een stuk groter. Misschien kan jij er wat over vertellen, joh. Of de pitch. We hebben een kledinglijn gelanceerd met Under the Bridge. Tenminste, die komt eraan volgende week. Of the Pitch heeft een arena gebouwd. Voor het eerst, waar mensen in kunnen klimmen. Waar we een hele DJ-set gaan doen. Maar wat ook tof is dit jaar, we hebben Cage erbij voor het eerst. En Cage heeft een podium gebouwd met lasers eromheen, als een cage. En dat is de hard techno, ga die vooral opzoeken. En we hebben nog wat verrassingen. Maar we kunnen niet alles verklappen, jongens. Het programma is een combinatie van grote artiesten met lokale talenten.
We werken samen ook dit jaar met de dansschool van Spijkenisse. Dat is heel belangrijk. Op de mainstage hebben we artiesten als Broederliefde, Busy, wijzelf, Diaz en Bruno. We hebben de Cage, Hard Techno Stage. Jouw favoriet? Wie is daar komen daar? Ketting komt daar live met en Cynthia Spiering. Dat zijn twee grote namen in de hard techno scene. Ja. Zie je echt groeiende, die scene ook. Daar gaan wij ook in mee. Die tent wordt ook groter dit jaar. Ja, meer licht, meer special effects. En dan hebben we de house stage. Benny, ieder jaar erbij. Sam Blans, die host hem natuurlijk. Zo hebben we nog meer grote namen. Karim. We hebben de silent disco weer terug, jongens. We hebben zoveel te beleven. We hebben meer dan 40 artiesten. Dus voor ieder wat wils. Zeker, ja. Dus kom te voegen? Nou ja, gewoon een kaartje kopen. Ik denk dat je dat sowieso moet doen. Jongens, we zijn bijna uitverkocht. We komen officieel vandaag bij de laatste 500 kaarten. Ja, dus als je erbij wil zijn op dit prachtige terrein hier zo. En alles eromheen. Kom feesten met ons. En dan zien we je daar. We hebben zo hard gewerkt om dit festival al het andere te laten overtreffen. Kom alleen al de laatste 15 minuten bij de mainstage. Dan hebben we een hele grote verrassing. Een Big Bang. Een Big Bang, ja, zeker.